Leon, die span ingezet hier in Buenos Aires? Ja, ons het na die wedstrijd gevlie en ons het vanoggend 11 uur geland in Buenos Aires. So die spelers het een goede kans gekry om te herstel op die vliegtuig en ons kan nou van vandag af in ons normale programma ingaan vir die week, vir die toetsweek, soos ons het normaal weer gedoen. Ja, so ons is opgewonden om hier te wees en ons sien uit naar die uitdaging hier die naweek. Hoe lyk die beserings in die span? In hierdie stadium, die twee spelers waaroor ons besorgd was, was Grant Williams met sy hersenskudding. So hy is nie saam met ons nie en hy gaan tenminste 12 dae buite aksie wees. En dan Kirtley Arendse wat sy vinger beseer het. Hy het goed herstel, hy is met ons en hy kan oorweeg word vir hierdie naweekse wedstrijd. Jy het nou tyd gehad om te kyk na verlede naweekse wedstrijd. Jy weet, wat is die positieve goed wat jy daar uit kan neem en om in te gaan in hierdie wedstrijd in Argentinië? Ja, ek dink, oor die algemeen, ek dink het was een baie meer dingende wedstrijd. Ek haal my hoed af voor Argentinië, het rechtig waar gekom om te speel en om een positieve resultaat te kry. Maar ja, vir ons, uit die voorbereidingsoogpunt uit, kan ons nie vir een beter wedstrijd gevraagd nie. Ek dink, as jy dink na onze vorige wedstrijd in Nieu-Seeland, was het vir ons gevraagd tot aan die einde toe te veg, om vir 80 minuten te speel. En hierdie naweek teen Argentinië was daar geen verskil in dit nie. So dat ek dink, dit is waar, hoekom dit een toets genoem word. Dit is een uitdaging, dit is individue wat baie goeie spelers is met besonderse vaardighede wat mekaar toets in termen van dit en dan ook twee spanne wat mekaar tactisch toets en probeer uit te oorlee. En ek dink vir hierdie wedstrijd was dit uitstekende toets en dit is wat jy nodig het vir wereldbeker voorbereiding. En vir ons om nou teen hulle te speel hier in Buenos Aires, ek dink ons verwag een veel harder wedstrijd. Ek dink dit gaan ook een uitdaging wees tot aan die einde toe. En natuurlijk, jy gaan speel met een span wat passievol is, wat glo hulle kon die wedstrijd gewen het. En natuurlijk ook, jy het skare achter hulle, Buenos Aires se skare, wat ook baie passievol is en bang vaststaan achter hulle span. Ons was hulle paar keer hier en het was nog nooit makkelijk nie. En ons dink ook nie, dit gaan hierdie keer makkelijk wees nie. So een besonderse uitdaging vir die spelers, een besonderse uitdaging vir die span, om onder druk te presteer. En dit is wat ons soek, dit is wat ons wil na kyk in individue en ook in termen van dit wat ons probeer doen. En ons sien uit daarna.